15 maart 2011. Mensen, de tijd die vliegt. Ik sta hier bij de S-stroom om geruchten. Om de geruchten die rondgaan over de S-stroom, dat het een grote bagger zou zijn, te ontkrachten of te bevestigen. Nou, het water ziet er gewoon uit, eigenlijk zoals het altijd uitziet. Er zijn nog geen waterlelies, maar ja, zoals gezegd, het is 15 maart, dus ja, die moeten nog allemaal naar boven komen. En zoals je ziet zijn ook de bossen allemaal nog kaal, nog geen blaadjes te vinden. Al komen er op de struiken al jonge, frisse blaadjes eraan, dus het is coming. En zoals je ziet, ziet het een beetje kalig uit en bewolkt en koud. Zo ziet het eruit en zo is het eigenlijk ook wel. Ik denk dat het een graad of 10 is, maar met de wind die erop staat, voelt het toch wat koud aan. Ik sta met mijn rug de wind in, want de wind komt van de zijkant. Van die kant. Daar probeer ik een beetje zo te staan dat de wind niet echt in de microfoon van de camera blaast, want dat geeft een irritant geluid. Het is een beetje raar om hier alleen te zijn. De Holy Ground, zoals wij het noemen, is er eigenlijk wel de homebasis, de thuisbasis van Humphrey en mij. En ja, het is zo raar als Humphrey er niet is en dat ons papa niet is en ome Teun. Want ome Teun, die weet hier ook wel zijn hengels hoe die ze hier moet ingooien. En als papa ook wel, alleen die moet nog leren, zoals ze vorig jaar gezien hebben, om te gaan nachtvissen om een fatsoenlijke stretcher mee te nemen. Dat was hilarisch. Hij had wel rugpijn, maar ja, als je eigenwijs bent, moet je daar ook wel eens de prijs voor betalen. Ja, al een jaar 12, 13 denk ik dat we hier vissen. Humphrey attendeerde hier ons hierop met het werk een wedstrijd te organiseren. Het was wel een witseswedstrijd, maar ja, we gingen al heel gauw over hier op de karper. Als deze bomen konden luisteren, als die oren hadden, dan hadden ze een mooi verhaal om te kunnen vertellen, al die oeleboeleke verhaaltjes die hier hebben verteld. Ja, er is hier stiekem heel wat afgeleuterd de afgelopen 13 jaar. Maar de reden dat ik hier kom is de geruchten. Ze zou hier saneren en ze zou hier doen en het water zou er ellendig uitzien. Nou ben ik hier bij het aankomen rijden, bij de brug in S. Aan de rechterkant, dus aan de andere kant van de sluis, waren ze inderdaad bezig om apparaten neer te zetten, tractors en ik weet allemaal niet wat. En ook grote borden, saneren van de S-stroom stond erbij. Dat is aan de andere kant van de sluis, maar ja, daar kan je er vergif op nemen dat ze ook ooit op onze stek komen zitten. Ik sluit het dus niet uit dat wij dus in afzienbare tijd een andere nachtvislocatie moeten zoeken. Wat jammer is, want ja, 12, 13 jaar historie hier, die wist je niet zomaar uit. Aan de andere kant natuurlijk is het ook wel weer leuk om een nieuw water te gaan bezoeken. Nieuwe uitdagingen, nieuwe situatie, nieuwe uitdagingen, zeg maar zo. Dus ja, ik kijk vol spanning af. Voor het zover is gaan we eerst nog het teunjosje. Pama, ik en Fiona naar IJsselen. En een maandje later gaan we nog naar Jabege. Maar tussendoor willen wij dus ook nog wel hier, het zij ergens anders, gaan nachtvissen. Nou, ik kom nu hier op het stek waar ik eigenlijk altijd zit. Het is een beetje onherkenbaar. Alle struiken zijn weg waar wij onze herkenpunten hadden. Maar het is toch echt hier. Nu loop ik langzaam naar Humphrey's stekje. Kijk, aan de overkant kun je zien dat de kanten vrij kaal zijn. Het is nog steeds goed te zien dat ze de kanten een jaar of twee terug hebben afgekalfd. De vuile ratten. Het is dus een beetje kaal aan de overkant op sommige plekjes. Aan de rechterkant en de linkerkant zie je ook wel weer riet staan. Dus het begint toch alweer aan te groeien. Een beetje stil, want ik merk dat ik een beetje aan het trailen ben. Dus ja, ik ben benieuwd wat het komende jaar gaat brengen. Het zij hier, het zij
dat je op een andere stek. Ik kom hier nou op de plek, wat Humphreys stek heet. Ik weet het goed, een jaar of twee terug was het tuinstek voor een middagje en een nachtje. En ik weet het goed, zijn tuintje. Hij dacht dat de stroomkarpers hetzelfde waren als de knuppelkarpers, maar dat is niet. Hij stond hier, hij kreeg beet, hij rende er naartoe en ging zijn dansje maken. Dat ging ongeveer zo. Maar toen hij halverwege was, was de karper al daar. Dat zal hij nog vaak horen. En dat heeft hij ook vaak gehoord. Altijd leuk hè, dingen in wrijven. En ja, hier hebben we altijd de barbecue staan. Dat wordt wel gemiddeld dramisch als je hier alleen bent eigenlijk. Hè. Ga je allemaal dingen uit het verleden uithalen. Terughalen. Ja, dat is ook mooi hè. Daarom noemen we de heilige rond, de holy ground van de Esserstroom. Het zandpad hier naartoe is een flink stuk breed geworden. Waarschijnlijk een grotere activiteit van tractors, want ik zie overal tractorsporen. Dus de boeren zijn hier ook flink de boer opgegaan. En ja, de Polen die weten de plek ook nog steeds te vinden. De rapalje, wat we beter kunnen missen hier, daar gooit alle toelie gewoon in de bosjes. En een beetje kap is ook een natuurliefhebber. En die haalt al zijn toelie gewoon weg wat hij maakt. Ja, voor ze mij een moraalridder gaan noemen. Ik heb er gewoon een hekel aan en ik denk dat iedereen daar wel mee eens is. Maar goed, we gaan natuurlijk negatief praten, positief praten. De bossen, de taallijn. Kijk, ik zie daar op de sluitjes. Alle jonge blaadjes komen. Joepie joepie. Nou, voor zover de S-stroom. En de saneringsplannen, die dus ook hier komen. Ben ik bang voor. Ja, dan zal het volgende filmpje in IJssel komen. Ik kijk er nou al naar uit. Nou, een vriend. Ik weet niet of je deze ooit kijkt, maar... Ik hoop hier toch nog een paar mooie nachtjes te maken voor ze hier komen saneren. En een paar mooie karpers uit te sleuren. Nou, ik moet naar het werk toe, helaas. Dus ik heb een kiel gehad, dat weer te laat op. Dat lukt nog wel hoor. En ja, dan sluit ik af met de duifje daar vliegt. Hopelijk dat hij een berichtje brengt naar de karpers, dat is hier bij. Dames en heren. Ik wens het u.